Op 4 mei denk ik aan de familie Plotske. De familie Plotske woonde in mijn huis, in mijn huidige huis, in Amsterdam op de Savatiepark. Ze woonden daar gedurende de oorlog. De familie Plotske bestond uit familie met 2 dochters. Ik denk vooral aan Rosa Elisabeth Plotske. Rosa is in september 1942 vermoord in Auschwitz. Rosa was 15 jaar. Ik denk aan mijn familie en vrienden, dat het niet vanzelfsprekend is dat ik mijn leven kan leiden op de manier dat ik nu doe. Ik denk aan hoe erg het zou zijn voor een meisje van mijn leeftijd om gedeporteerd te worden. Ik denk aan mijn oma en haar zusjes, die uit elkaar werden gehaald door de Duitsers en uren door de kou liepen naar hun nieuwe thuis. Ik denk aan mijn opa, die moest leven op bloempollen. Ik denk aan hoe dankbaar ik ben voor hoe ik elke dag mag leven.